In de serie over de wonderen van de Heer Jezus wil ik graag een heel bijzonder wonder gaan benoemen. Een beetje verder weg dan genezing van oog of oor of been of hand. Maar misschien komt het over. Het is eigenlijk gebaseerd op een tekst uit Hebreeën 1 en dan vers 3. Hij, dat is, gaat er over de Heer Jezus, is de afstraling van Gods heerlijkheid. En de afdruk van zijn zelfstandigheid. Andere vertalingen hebben daar het woord wezen. Maar nu ging het maar om het volgende zinnetje. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hier staat dus, waarschijnlijk Paulus die dit schrijft aan de gelovigen, in die brief aan de Hebreeën, dat de Heer Jezus alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Ik begrijp dat ook. Paulus zelf heeft in Handelingen 17 vers 28 een soort een toespraak gehouden. En onder andere gezegd, in hem bewegen wij ook. Jij en ik kunnen ons niet bewegen zonder hem. Dat gelooft natuurlijk de buurman, even aannemen dat hij niet gelovig is. Maar dat kan de buurman eigenlijk niet pakken. Die zal altijd zeggen, dat is onzin. Maar het is geen onzin. Ook de mens is gemaakt uit stof van deze aardbodem. Dat zegt de Bijbel in het boek Genesis. Dus we mogen dat ook herhalen. De mens is gemaakt uit stof. Er komt een moment dat de geest eruit is. En dan zakt het als het ware helemaal in elkaar. Stof zijt gij. En tot stof zul je dan terugkeren, wederkeren, zegt de Bijbel. We kunnen ons niet goed indenken wat de consequenties daarvan zijn. En dat vind ik een wonder. Ik zal mijn best doen om dat eenvoudig te vertellen. Ik heb jarenlang kunnen genieten van een Bijbelleraar die mooie dingen over de Heer Jezus vertelde, ook later schreef. Hij is ook regelmatig bij ons op bezoek geweest. En we hebben heel veel contact gehad. En hij ging er bijna altijd op in als er een beetje vraag kwam van wat gebeurde er daar op dat kruis van Golgotha, weet je wat, daar ging het dan over, een voorbeeld, en dan zei hij, weet je, dat hout waaraan de Heer Jezus hing, die kruisboom en dwarsboom, als de Heer Jezus zelf niet kracht gaf aan dat hout, dan zou dat hout pulp zijn. Of houtstof, maar dan zou het hem nooit hebben kunnen tillen. Dan zou hij daar nooit aan gespijkerd kunnen worden. Dat ging nog verder. De Heer Jezus gaf kracht aan ijzer om spijker te zijn. Want als hij dat niet, dat was het ijzererts, dat was het stof. Als hij daar niet zijn kracht aan verleende, zou dat nooit gebruikt kunnen worden om spijker te zijn en om hem dus aan het kruis vast te nagelen. Nog verder. Als de Heer Jezus niet die soldaten kracht had gegeven op dat moment, hadden ze hem nooit van zijn levensdagen aan dat kruis kunnen hangen en hem daar nooit hebben kunnen kruisigen. Hij heeft kracht verleend. Hij droeg alle dingen, hij droeg dat ijzer, hij droeg dat hout, hij droeg die soldaten, hij gaf kracht om te kruisigen. Kun je je dat indenken? Nou, het duizelde mij in eerste instantie, en misschien soms nog wel een beetje, maar ik geloof het. En dat betekent, beste mensen, je kijkt hiernaar. Maar je mag een keer de vraag stellen van,
Ja, maar Jezus, dat snapt toch geen mens, dat je je laat mishandelen en dat je je laat kruisigen. Dat is een afschuwelijke, gruwelijke dood. Echt een pijniging van je welste. Ooit een artikel van professor Smalhout, die is ook al lang overleden, gelezen over wat die kruisiging ook fysiek, gewoon lichamelijk betekent. En hoe je dat voelt en wat je voelt. Ik zou zo graag willen begrijpen wat daar gebeurd is. Dat de Heer Jezus niet alleen in de handen van misdadigers viel. Een stelletje criminelen of zo. En die hebben hem op een vreselijke manier mishandeld. En op een vreselijke manier omgebracht. En die criminelen die gaan dan gewoon door met hun eigen leven. Nee, het gaat nog veel verder. En daar wilde ik zo graag even de nadruk op leggen. Ik vind het een buitengewoon wonder van de Heer Jezus. Dat hij steeds kracht gaf aan hout, aan het ijzer, aan die mensen om dat te doen. En dat is daar gebeurd. Voor mij wordt het geweldige werk van hem, die mijn heiland en mijn verlosser is, alleen maar groter. Daar kom je echt compleet voor een raadsel te staan. En dan ga je zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Van wie u bent, weten we eigenlijk niet. Nou, niemand wist wie hij was. Alleen God, zijn vader, kende hem. Niemand kent de zoon dan de vader. En we willen eigenlijk oproepen om eens een keer na te denken over dat enorme wonder. We hebben een keer dat wonder van zijn geboorte meegenomen in deze serie. Dat hij zichzelf kon verkleinen. Hij die groot was en machtig en koning en heerser was. Zo klein werd dat hij paste in de baarmoeder van Maria. Maar daar aan het kruis heb je hetzelfde. Een compleet wonder dat dit gebeurde. Eén zucht. En er waren een hele leger engelen geweest die hadden hem ontzet. Maar goed, daar waren die mensen misschien omgevallen of gedood of weggevaagd. Maar dat heeft de Heer Jezus niet gedaan. Dit werk heeft hij op zich genomen. En hij heeft die mensen zelf de kracht daarvoor gegeven. Als ik iets doe voor de Heer Jezus, ik mag dat doen al een groot aantal jaren, dan is het door hem die mij kracht geeft. Dat zeggen we heel vroom. En we bedoelen eigenlijk, we hadden zelf ook nog wel een beetje power en we konden zelf ook nog wel iets. Dus het was niet zomaar, nee, door hem die mij kracht geeft. Bij alle afspraken die ik maak, heb ik geleerd het woordje D.V. bij te voegen. D.O. volente, zo de Heere wil. En ik weet wel, dat komt dan ook nog in andere godsdiensten terug. En dat is ook zo, maar dat is alleen maar, als de Heer het niet wil, dan gebeurt het niet, maar dan leven we gewoon door. Nee, dat gaat verder. De kracht in hem is kracht. In hem is de mogelijkheid om iets te doen. Als hij dat niet zou doen, als hij niet de kracht gaf, dan zouden we als een soort, mag ik het voorzichtig zeggen, zandpop in elkaar zakken, stof en tot stof weergekeerd. Er blijft niets over. En daarom vind ik het een wonder dat de Heer Jezus zo die dood, die hele bewuste dood heeft gekozen. Hij heeft keer op keer aan zijn discipelen gezegd, dat en dat gaat er gebeuren. Ook het woord kruisigen is vooraf door de Heer Jezus meermalen gezegd. Lees maar in het Nieuwe Testament. Hij heeft heel precies gezegd, zo gaat het en dit gaat er gebeuren. En hij heeft zichzelf vrijwillig overgegeven. Hij heeft zichzelf ontledigd. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis, schrijft Paulus later in Filippenzen 2. En dat is gebeurd. Maar ik vind dit zo'n groot wonder. Juist omdat hij alle dingen draagt, ook toen, droeg door het woord van zijn kracht. Dat is de Heer Jezus. En als je je dat eigen maakt, dan wordt de verwondering groter. Dan ga je echt door je knieën. Dan ga je zeggen, Heer Jezus,
Ik wil u danken, ik wil u prijzen, ik wil u eren, ik wil u groot maken. En dan ga je God de Vader een keer vertellen, nou wat ik nu van de Heer Jezus heb gezien. Ik heb nog nooit gezien dat iemand die terechtgesteld werd, zo'n executieplek moest betreden en daar om zou worden gebracht. En dat hij dat zelf, notabene zelf, heeft moeten initiëren. Dat hij daar zelf de kracht voor moest geven aan al die mensen die met wat voor wapentuig ook op hem afkwamen. Dat heeft hij zelf gedaan. Dat vind ik een enorm wonder van de Heer Jezus. Dat is de verlossing ten top. En daarom zal er ook een moment komen dat elke knie gaat buigen voor hem. En dat elke tong gaat belijden dat hij Heer is. En dat alles ademt één en al lof voor hem. Dat er één groot lofakkoord zal opstijgen voor de Heer Jezus. Omdat hij dat wonder, ook het wonder van de verlossing, zo noem ik het dan nu. En ik hoop ook dat je dat met me mee gaat zeggen. Dat het wonder van die verlossing herdacht wordt of overwogen wordt. Dat we daar met elkaar de Heer voor gaan bedanken en eren en prijzen. Dat komt een keer. En ik denk ook dat dit de bedoeling is geweest van de Heer Jezus. Ik heb uw naam, uw wezen geopenbaard aan de mensen die u mij hebt gegeven. Dat staat in Johannes 17. Ik wilde zo graag duidelijk maken wie u bent. Nu, dat is daar op het hoogst duidelijk geworden. Aan dat kruis van Golgotha. Ik hoop dat je blij bent met de Heer Jezus. Dat je dankbaar bent voor de Heer Jezus. En dat je hem gaat bedanken voor wat hij is. Voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan. Ik hoop dat je in aanbidding voor hem neervalt. Dat wil ik ook nu doen. Heer Jezus, we willen voor u neerknielen. We willen voor u buigen. Er is een lied uit de bundel Opwekking zegt: voor u wil ik mij buigen. U wil ik aanbidden. U wil ik erkennen als mijn Heer. Dat willen we doen, Heer Jezus. We willen voor u buigen. U hebt veel wonderen gedaan. U hebt mensen het licht in de ogen gegeven en het gehoor weer gegeven in hun oren. En u hebt hun tong losgemaakt zodat ze konden spreken. Maar u hebt ook die moordenaars kracht gegeven om te kruisigen. Ik kan er eigenlijk niet bij dat iemand die veroordeeld was zo betrokken is geweest in zijn eigen veroordeling. We willen u danken voor de Heer Jezus. Vader, we willen u danken dat u dat wel zag. Dat u dat allemaal vanaf het begin precies registreerde. Geen seconde is hij uit uw aandacht ontsnapt. Alles zag u. En u hebt zich verbaasd en verwonderd. En u hebt hem verhoogd. En een ereplaats gegeven aan uw eigen rechterhand. Hij is groot. Hij is Heer. Hij is verheerlijkt. En wij zullen dat ook een keer gaan zien. Maar ook de hele schepping zal een keer buigen voor hem die dit heeft gedaan. Die zo is, zoiets bijzonders heeft laten zien. Dat hij echt een wonder deed door mensen kracht te geven om hem te kruisigen. Vader, het zijn misschien moeilijke zinnen en misschien ook moeilijk te begrijpen. Maar we willen u er de eer voor geven en ook de Heer Jezus voor bedanken. Amen.